Wil jij ook een nieuw product of juist jezelf presenteren? In deze video leg ik de stappen uit die nodig zijn voor het maken van de presentatievideo's en een van onze greenscreens video's. De werkwijze voor het maken van zulke video's is vrij eenvoudig. Er zijn namelijk heel veel verschillende toepassingen voor greenscreen video's. Denk bijvoorbeeld aan een online training, software-instructie of een aankondiging voor een beurs of evenement. Maar denk ook aan een introductie van een nieuw product of juist een profielvideo van jezelf. Zo heeft jouw doelgroep direct een duidelijk beeld van jou. Het is heel belangrijk om eerst een goed beeld te hebben wat het doel van jouw video of video's is. Het gaat dus echt om de inhoud, jouw boodschap dus. We schrijven samen een format en kijken naar de vorm van jouw video. Wil je bijvoorbeeld teksten in beeld, afbeeldingen gebruiken en hoe moet de dynamiek zijn? Op basis daarvan maken wij een template aangepast naar jouw huisstijl. Hiermee geven we herkenning aan jouw video's. En verder lever je van tevoren zelf de content aan. Wat is dat content? Denk hierbij aan teksten, foto's, graphics of eventueel video's. Maar je kunt ook een PowerPoint presentatie gebruiken of juist software demonstreren. Wij programmeren dit dan voor, zodat je direct kunt gaan opnemen, waardoor er nagenoeg geen nabewerking meer nodig is. En tijdens de opnames kun je zoveel takes opnemen als dat er nodig zijn. Wij zullen je altijd goed begeleiden en technisch ondersteunen. Onze stijlregel is en blijft, hoe beter de voorbereiding, des te professioneler maak jij jouw video's. En wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wellicht tot snel!